Mijn naam is Laurie, ik werk voor het Stadsfeest. We hebben een heel aantal projecten rond dieren in de stad. En nu zijn we aan het wandelen met een hondje waarvan Baasje is gaan werken. En dat is deel van onze uitlaatdienst. Heel veel honden die plassen als ze heel dringend moeten plassen, maar ook om een beetje te markeren dat dat plekje van hen is. En als één hondje daar heeft geplast, dan gaan er heel vaak nog andere honden nog iets overheen. Dat kan vervelend zijn. De stad is een sensibiliseringscampagne gestart. Je kan zelf ook de poster downloaden op de site van de stad. Daar staat op beste dier, plas niet hier. En dan kan je die aan je gevel hangen. Ja, ik vind het een terechte campagne. Het is gewoon echt niet fijn als je gevel of je fiets of zo onder de hondenplas zit. Als je hond toch tegen een gevel plast, dan kan je daar een boete voor krijgen. Dat kan oplopen tot €350. Ik probeer de hond kort te houden, kort bij mij te houden, zodat hij eigenlijk weinig gelegenheid heeft om plots zijn pootje op te heffen en stevig door te stappen, totdat we op een plekje zijn waar hij wel mag plassen. Dat kan zijn een boompje of een stukje grasveld of zo. Ja, ergens waar dat de mensen er geen last van ondervinden. We leven met heel veel mensen en heel veel dieren samen in een grote stad. En het is fijn als je dan wel rekening met elkaar houdt, dat je kakjes opruimt, dat je je gezond verstand gebruikt om te zorgen dat iedereen op een fijne manier kan samenleven. Hebt u last van honden die tegen uw gevel plassen? Vraag dan uw gratis affiche aan bij de dienst Dierenwelzijn van de stad Antwerpen en hang ze aan uw raam. U kan de affiche ook zelf afdrukken. Meer info vindt u op antwerpen.be/dieren.